Geen alcohol in dit gebied. Werkt dat een beetje, dit bord? Nee. Daar kunnen we kort over zijn, nee. Nee, hoezo niet? Nou ja, ten eerste, als het hartstikke vol is, ziet niemand ooit dat bord. En voor veel mensen is het ook een prima uitnodiging om daar een selfie van te maken en gezellig met een blik bier naast te gaan staan. En het punt is dat het namelijk toch niet gehandhaafd wordt. Grote groepen die dronken tot diep in de nacht feesten, joelen en daarna ordinair hun blaas legen. Veel bewoners in de populaire Wallen in Amsterdam zijn deze lawaaierige bezoekers spuugzat. De overlast bestaat natuurlijk uit een gigantische hoeveelheid kabaal, permanent. We hebben het over de drukke avonden natuurlijk. Vervuiling, straatvervuiling, schreeuwen, bedreigingen, straatdealen. Maar na een periode dat lange tijd niets meer mocht, zoekt de toerist natuurlijk weer wat vertier. Ook deze vier jongens uit de Duitse Magdeburg. The city is beautiful and all the vibes, it's cool. Yeah. What kind of vibes? The smell of grass, of course, it's nice. And yeah, we are from Germany, so here's the freedom to smoke grass, whatever. And I think when you are a native here, it could be annoying. Yeah, I think it's true. It could be true. But yeah, in my opinion, it's fine. Dit zijn de Wallen. Het hoort er een beetje bij, toch? We noemen het wel eens het Disneyland voor volwassenen geworden. Trouwens, niet al. Dus mensen willen kijken. Ze willen het gewoon zien. Moet je dat ondersteunen? Ik weet het niet. Dus iedereen die zegt, ja, het hoort erbij, ja, dat vind ik altijd een beetje flauw. Om de overlast terug te dringen, kondigt de gemeente eerder deze maand al maatregelen aan. Eén daarvan is ook het afsluiten van het gebied. We hebben een paar kleinere maatregelen genomen. Dat is het verkleinen van de terrassen naar de gewone grootte en het stoppen van de verkoop van alcohol toestaan in winkels vanaf 4 uur 's middags. Maar dat kan verder gaan op het moment dat de overlast maar blijft groeien. Nou, nu al doen we dat we bijvoorbeeld mensen in eenrichtingsverkeer laten lopen om het soepeler te laten verlopen. Maar op een gegeven moment zouden we kunnen gaan zeggen, nu stopt het. Nu is het gebied vol en dan gaan we mensen vragen om te keren. Maar tot die tijd dringen zowel bewoners als ondernemers aan op meer en strengere handhaving. Zodat dit soort nachtelijke taferelen hopelijk binnenkort tot het verleden gaan behoren. Ha, 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 ha